Jij bent wel een beetje klaar met die politiek, hè? Ja, ja, ik merk het aan je, ja. Maandag, we gaan er maandag weer niet over beginnen, toch? Over, maandag gaan we andere dingen over doen. Over Dylan en... Nee, maar goed dan. Ja, maar kijk, we zijn een slaaf van de ontwikkelingen. Maar ja, jouw vriend komt wel, Boekenstein. Arend Jan. Aardig mannetje. Aardig oostertje. Aardig mannetje. Ja. Ja. Ik denk niet dat hij gevoetbald heeft, René. Nee. Onze achterman is niet altijd even enthousiast over die kakker. Maar ik vind een leuke gozer. Ja, toch? Ja, ja, jij hebt de laatste keer gezien. Ja. Eergisteren. Vond ik dat is leuk, ja. Ja, vind jij een beetje goed, Pieter? Arend Jan? Ik vind het een relnicht. Wat? Ik vind het echt... Wat zeg je nou? Ik vind het een relnicht. Een relnicht? Deze stem, dat weet je toch allemaal, Wilfred. Kunnen we binnenkort wel oorlog verwachten met Iran, Verenigde Staten en Duitsland. Ja. Het escaleert allemaal enorm. Maakt me daar enorme zorgen over. Als hij aan het woord is geweest, dan doe ik genoeg dicht s'nachts. Niet zo erg. Ja. Alle oorlogen af te turven, die nooit doorgaan. Het is gewoon een podcastreclame waar jullie ingetrapt zijn. Het is een historicus. Een man die er kijk op heeft. Ja. Echt? Nou, en hij... Jij vindt het niet, heb ik indruk. Ja, zeker. Jij vindt het een heel niet. Ja, een nul. Een niets. Ja, ik zal nooit iemand afdoen als een nul. Een goede oest is een dubbel nul, toch? Of niet? Zullen we een keer gaan golven met hem? Goed idee. Nou, ja. Gaan we doen. Ja. Ga je ermee? Ben je niet, vindt dat leuk, hè? Hij vindt dat niet leuk, hij. Geen zakken aan.